Welkom bij Cineac Extra. Vandaag een programma helemaal gewijd aan de club waar we allemaal helemaal gek op zijn, Feyenoord. En naast me zit Mert. Mert, jij hebt allemaal beelden uitgezocht uit het verleden van Cineac Pietje Bel, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Allemaal beelden die te maken hebben met Feyenoord. Ja, voornamelijk hoogtepunten, omdat het laatste tijd natuurlijk weer wat beter gaat met Feyenoord. Ja, en dan willen we allemaal die hoogtepunten natuurlijk opnieuw beleven, hè? En al die beelden heb ik opgezocht in het archief, heb ik achter elkaar gezet. En ik zou zeggen, geniet van alle hoogtepunten van Feyenoord. Oké, nou, veel plezier met kijken. Dag zonder Feyenoord, dat ken ik niet. Dat jullie ons maar blijven steunen. Feyenoord is toch mijn ploeg hier. Op de rand, kameraden, op de rand.
als ik even de sfeer mag tekenen van de laatste dagen, en dat is echt waar, dan komen die jongens naar me toe en ze vragen aan me, wat is dat nou, die Cole Single, wat is dat dan? Nou, dan kan ik alleen maar antwoorden, dan is alles wat je komt op het veld. Halleluja. Alles staat nu opgesteld. Halleluja. Loutje Ravens neemt zijn vlucht. Halleluja. Dan neemt Kindval midden uit. Halleluja. Koen Moulijn snelt langs de lijn. Halleluja. Geeft een voorzet reuze pijn. Halleluja. Hanegem neemt hem op zijn schoen. Halleluja. Wat denk je van deze groep? Ik heb er op zich niet al te veel vertrouwen in. Maar ja, je moet ze altijd het voordeel van de twijfel geven. Hoop blijven houden. Cole Single, zeg ik. Ja? Nou, ik heb er nog niks van gezien. Nee? Ik heb er nog niks van gezien. Kunt u de spelers opnoemen die er nu in het veld staan? Ik zeg, ik heb ze nog niet gezien, dus ik weet het niet. Piet, wat wordt het dit jaar? Het zal moeilijk worden. Ja? Het zal moeilijk worden, maar voor de rest weet ik het ook niet hoor. Eerste elftal opnoemen, alle spelers. Van welk jaar? Van dit jaar. Nee, Gijs. Nee? Dat duurt zeker nog een maand of drie. En hoe komt dat? Dat ik me er nog niet geïnteresseerd in ben. Nee? Ik zie het wel als de competitie gaat beginnen wie er nog zijn of niet zijn. Anders ga ik namen leren en dan... Dan zijn er toch weer andere. Gaan we voor de derde of de eerste plaats? Eerste plaats, Gijs. Ja. Bakowski. Dirk Kuyt. Piet, wat wordt het dit jaar? Het zal moeilijk worden. Ja? Het zal moeilijk worden, maar voor de rest weet ik het ook niet hoor. Leurling. Die heb ik al gezegd. Oh. Van den Berg. Goed zo, jongen. Even kijken. Gali. Ja, dat had ik al gehad, toch? Oh nee, dat was Gian. Jij overvalt me wel, Gijs. Ja, dat weet ik. Ja, want je bent gewoon een keer bij je. Bel, hè? Ja, dat weet ik. Maar ga eens verder. Nee. Oh ja, Douwe. Ja. Ik weet wel dat er een stukje 5, 6 uur bij zijn. Kastelen? Kastelen? Weet ik veel. Nee, het zijn geen kastelen. Dat hopen ze. Er zijn een stuk of 5 nieuwe bij mij. Nou, Frans. Ja, ik oh, weet no. Ono, Song. Ono, oh, Song. Ono, Song, ja. Hoe heet die nieuwe? Die Belg. Die... Gooi. Ja, dat is Gooi, dat is die Belg. Jan. Die heb ik wel gehad. Van Persie is opge... Wat vond u van de wedstrijd gisteravond tegen Dunaver? Op zich vond ik heel erg niet goed. Echt een billenknijpwedstrijd. Dat je echt tot het einde toe helemaal zo zit van gaat het wel goed. Maar ja, dat zijn we gewend hier. Hè? Dat gebeurt regelmatig. Dus, Hij is ook mee geweest, hè? Die moet je wel. Echt waar? Ja, dat is oma, ja. Ja, oma. Ga je zo weg. Ja. Wat vond u ervan? Was geweldig. Ja, hartstikke leuke dagen, leuke wedstrijd. Nou, bent u eerder geweest? Ja, mee geweest heel vaak, heel vaak. Kom elke week in het stadion en uitwedstrijden. Ze is echt een grote fan. Ja. Here I am. Want you to know your
Hoe lang heb je gewacht? Een uurtje of twee. Ja, dank je. Uurtje of twee. Oh, je was hier al voor negenen? Ik was hier al voor negen, ja. En voor welk vak heb je? X. Nou, wij staan hier om de finale bij te wonen. Hè? En we hebben, mijn echtgenoot heeft 's nachts voor de sigarenwinkel gestaan. Om een kaartje te bemachtigen en het is hem gelukt. Hele goede ticketbox die er 18 kaarten uitdraaide. Dus, in Soest. Ja, in Soest. Dus jullie zijn blij, zeg maar. Ja, heel blij. Ja. Maar ik hoorde ook iets van iets over kaartjes ruilen hier. Ja, we hadden kaartjes korte zijde. En er stond hier een jongen die zijn vrienden hadden allemaal korte zijde. En hij had kaartjes lange zijde. Was al lang blij dat hij kaartjes had natuurlijk. Dus we hebben geruild. Hi Piet! heb je al een kaart? Nee, ik sta hier in de rij en ik sta daar in de rij. Ik heb twee verschillende kaarten. Echt? Ja. Voor wie dan? Voor Vinnie? Ja, voor mijn zoon en voor mij. Ik wil zelf mee hebben en hij wil thee hebben. Ja, dat is waarvoor staat hij zelf niet in de rij dan? Ja, hij is werken, jongen. Dat is flauwkul.
Moet je hebben, P? Ja, en coupé. Maar als ik daar nou eerder aan de beurt ben, dan kom ik terug. Nou, lekker makkelijk. Ja? Bedankt, hè. Bedankt. Mag geen reclame. Het is een vals hoor, Rooie. Ik vind het best. Ik vind het hartstikke best. Zet de routebeschrijving naar het stadion. Ja, dankjewel. Kijk, Gijs. Voor ieder doelpunt één. Mooi, hè? Mooi, hè? Die wordt ingelijst, Gijs. Die wordt ingelijst. Ja, die wordt hartstikke ingelijst. Interview. Ja, bedankt. Ben je blij? Ja! Ben je blij? Tuurlijk, echt wel. Tot tweede! Wel kijkers naar collectieve wazing. Heel Rotterdam zit op zijn kop. En niet alleen voor Pivertijn, maar vanavond is ook de UEFA Cup finale. Feyenoord tegen Borussia Dortmund. En we gaan natuurlijk winnen. En we gaan even de sfeer proeven hier. Bij de Kuip. Heb je er een beetje zin in vanavond? Ja. Ja. Ben je al lang fan van Feyenoord? Ja. Ja. Hoe oud ben je dan? 7. En je hele leven ben je al helemaal Feyenoord fan? Ja. En wat denk je dat het gaat worden vandaag? 1-0. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb onwijs zin in. Ja? Zenuwachtig? Lichtelijk. Hé, hey, gasten. Hallo. Trek je niet nog een beetje? Ja, tuurlijk. Altijd. Ja? Zenuwachtig? Behoorlijk. Behoorlijk. Wat denk je dat het gaat worden? Oh, dat is moeilijk. Ik denk toch wel 2-1. 2-1. Je komt niet uit Rotterdam, toch wel? Het scheelt niet veel. Spijkenissen. Oké, okay, je klonk iets anders. En wie gaat scoren dan? Van Hooijdonk uiteraard. Ja. Ik denk Bosveld nog. En jij? Ja, ik denk 1-0, hè. Voor wie? Voor ons natuurlijk. En wie gaat scoren dan? Van Hooijdonk. Oké, dan. Ja. We 25 jaar in de Feyenoord en we komen niet naar binnen, weet je. We hebben geen kaart. Geen kaart. Tom Klein is daar binnen, die gaan nooit van zijn leven naar Feyenoord. Die staan een kaart te verkopen voor €300, volop gewoon. Ze hebben geen kaartje kunnen krijgen dan? Ja, weet je, uitverkocht. Maar hoe kan het dat hun wel kaart hebben? Die verkopen aan ons voor €400 terwijl Feyenoord hier zit. Nou, dat kan niet. Sinds 83 naar Feyenoord, dit is toch bizar. Dat de mensen via de KVB binnenkomen voor KPN Telecom en zo. Ja, willen Feyenoord graag een kaart hebben. Ga je nou doen, wedstrijd, gewoon op tv kijken. Ja, kijken wel. Gewoon lekker een cafeetje in, gewoon. Het is afgelopen. Wat kan je nog meer doen? Wat kan je nog meer doen? Geen huldiging, Pim Fortuyn. Het is zootje in Rotterdam, joh. Ja, de kaartjes zijn gestolen. Gestolen? Ja. Echt gestolen of gestolen? Een vriend van mij die kwam hierheen en hij is in Kralingen en hij parkeert daar en staxi en hij wordt beroofd. Nee. Alles via zijn kaarten weg. En nu? En wij staan hier te wachten en hij is politiebureau aangegeven gedaan en een ziekenhuis geweest, want hij is in elkaar geramd. En, heftig. Ja. Maar nou kan je niet kijken of zo. Nou, dat zit er dik in, hè. Nou, deze man moeten we spreken. Wat heb je te zeggen? Ik moet zeggen dat ik haast ben en dat ik nou haast heb en dat ik moet gaan. Doei. Veel plezier. Hey, en het liefst spreek ik zo direct met jullie af. Hebben we wat te doen niet? We hebben geen kaartjes. Wint van Borussia Dortmund.
Feyenoord besluit het seizoen met de UEFA Cup. En zonder twijfel wordt Pierre van Hooijdonk tot man of the match verkozen. Borussia treurt DD. Het heeft de landstitel als troost. En van Hooijdonk heeft eindelijk zijn titel, zijn trofee, zijn prijs. De invloed van Pierre van Hooijdonk op het seizoen is levensgroot geweest. Thomasson, maker van het derde doelpunt, viert Rotterdam, viert Pierre van Hooijdonk. Pierre van Hooijdonk, sorry dat ik je uit de festiviteit haal hoor. Sorry, maar dit is geweldig. Dit is geweldig, fantastisch, enorm. Precies, dit maakt het hele seizoen helemaal goed. En ik vind geen woorden voor. Als we toch een paar woorden zoeken, hè? Die druk lag op jou en je doet het ook. Ja, druk op mij, op het hele team. Het is een teamprestatie en ik sta voorin, mag je van profiteren. En, iedereen heeft veel credits, want we hebben gewoon keihard geknokt en dit is het resultaat ervan. Van tranen aan Rotterdamse kant is geen sprake. Rotterdam in de huidige situatie vertoont hier even een glimlach, een grimas. Het is een groot moment voor Feyenoord. Het is ook een groot moment voor het Nederlands voetbal. Niet op het WK. Met Zoetebier en Timmer voorop. En Onno. Beloning voor een goed legioen ook. Het is de beloning voor een seizoen. En het einde van een seizoen waarin Zoetebier, maar vooral Pierre van Hooijdonk, werden gehaald naar Rotterdam. En dit is de rondgang. You never walk alone. Dus wij gaan even kijken hoe de gekte helemaal losbreekt in het centrum. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Ja, het is onvoorstelbaar dat dit ook nog eens mag gebeuren in Nederland. Ben je in de Kuip geweest? Ja, natuurlijk ben ik in de Kuip geweest. Okay. Daar hoor je bij te zijn. Super! Ja. Trek! Kampioenen! Wat is jullie eerste reactie? Yeah! Moet je niet in de fontein springen? Nee, het is mij te koud. Ah, jij bent heel blij.
Ja, ik ben heel blij. Eindelijk, sinds 28 jaar gerechtigheid. Echt, dat is echt laf, weet je wel. Samen de finale en dan winnen. Oké. Hey, fijn feestje. Ja, toch. Wat is jouw eerste reactie? Het is normaal dat ze dit winnen. Was je in de Kuip, heb je het op tv gezien? Ja. Dat was het mooiste wat er is. En nou gaat alles los. En ook voor Pim Fortuyn. Geen woorden, maar daden. Leven veilig. Amsterdam. En waarvan is dit? Oh, Pieter Bijl. Ja. Pieter Bijl, Rotterdam geen heeft gewonnen. Pieter Bijl in Rotterdam. Rotterdam-Zuid! Rotterdam-Zuid! Was je in de Kuip of heb je het op tv gezien? Ja, helaas op televisie. Een kaartje kunnen krijgen. We moesten eventjes Amsterdammetjes zijn, televisiesupporters spelen. Maar wij zijn hard voor Feyenoord. Zuid-Zuid! Rotterdam recht toch in Feyenoord. Zo nummer 1, hè. Nummer 1. En dan gaan jullie helemaal los? Ja, helemaal gek. Ja! Op het Leidseplein, het is stil. Oké, jullie zien het collectieve waanzin in Rotterdam. En wij gaan ook lossen, helemaal los. Doei! Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.